Het bureau Kunstwijs, oftewel de ene helft daarvan, zit in Winterswijk. En naast mij staat coördinator Ine Bolk, klopt dat? Dat klopt. En we hebben hier een hele mooie plek in Winterswijk gekozen om nu even voor een interview te gaan. Maar leg u eens uit, wat is het wat we hier achter ons zien? Achter ons zien we het kader van Mondriaan. Hij gebruikt altijd een kader om allemaal uitsneden van de kerk in Winterswijk te maken. En dat heeft ook te maken met mijn oproep aan mensen of bewoners in Winterswijk om spullen te verzamelen. Want we hebben namelijk met het bureau Kunstwijs en Eduard samen leskisten ontwikkeld. En het ene onderwerp is Mondriaan en het andere onderwerp is Gerrit-Jan Willink, die de textielindustrie vooruit heeft geholpen. En die leskisten die gaan naar de scholen en dan zijn er voor alle klassen. Zitten daar lessen in, dan kunnen ze 4-5 weken aan werken. En het lijkt ons vreselijk leuk om naast die leskist een kleine tentoonstelling in te richten die met onderwerpen te maken hebben. Dus ik heb een oproep geplaatst of mensen oude schilderspullen hebben die ik in verband kan brengen met Mondriaan voor de ene tentoonstelling. En ik heb een oproep geplaatst of mensen kleding uit 1900 hebben in verband met de leskist van Gerrit-Jan Willink. Dus dat is wat u eigenlijk op dit moment naar op zoek bent voor projecten op school. Ja, er zijn Kunstwijs doet de ondersteuning van het hele culturele aanbod van de basisscholen in Winterswijk. En dan werken we samen met allerlei instellingen en dan ontwikkelen we aanbod mee en dat bieden we aan de scholen aan. En de meeste scholen zeg maar in Winterswijk, begrijp ik dat goed, hebben nu al gebruik gemaakt van het aanbod van Kunstwijs? Ja, Kunstwijs is in juni pas begonnen in Winterswijk en een heleboel scholen die hebben al aanbod afgenomen en een heleboel dingen worden nog ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld voor het volgend schooljaar wordt er een project met afvalkunst ontwikkeld met de tricotfabriek daar ginds. En daar doen de klassen 4 en 5 van alle basisscholen aan mee. En ook daarvoor ben ik op zoek naar wat tegenwoordig heet het kosteloos materiaal. Soms heet het afvalmateriaal en dan weer kosteloos. Maar dus als mensen rare dingen thuis hebben liggen waarvan ze denken, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Dan zijn wij daar heel blij mee. Maar Kunstwijs doet eigenlijk nog meer op allerlei gebieden. Wat is dat zo alles? Het helpen ontwikkelen van projecten bijvoorbeeld. Dus laten we zeggen, we hebben het Frerichs Museum. Nou, daar zijn een aantal onderwerpen die daar te zien zijn. En dan gaan we proberen om daar een aanbod voor te maken wat voor de scholen weer geschikt is. En zo brengen we mensen met elkaar in contact. Ja, en op welke gebieden ondersteunt Kunstwijs de kunst, zeg maar, bevordert de kunst op basisscholen? Ik las iets van ook muziek en theater, maar nog veel meer, toch? Ja, het zijn alle disciplines. Dus het is literatuur, beeldende vakken, muziek, dans, theater, drama, multimedia, waar dan fotografie bijvoorbeeld in zit. We doen veel aan dialect. Dus ja, het kan alle kanten op. Dus ja, eigenlijk veelzijdig. En u bent op zoek naar muren. Las ik dat goed in de krant? Ja, dat klopt ook. De afgelopen jaren zijn er via kunstprojecten met het ateliertje zijn er op een zevental plaatsen in Winterswijk muren beschilderd. Dat waren muren die gevoelig zijn voor graffiti. Dus we hebben met schoolkinderen projecten opgedaan en daarna is het graffiti spuiten voorbij. En voor het komende schooljaar zijn we toch nog weer op zoek naar een aantal muren, omdat we dat toch nog weer willen inpassen in een paar projecten. Nou, ik denk dan gaan we nu straks even naar wat voorbeelden kijken. Die zijn er wel in Winterswijk al. Dat is goed, dan zouden we even het dorp in moeten lopen. Nou, en nu staan wij hier midden in een steegje in Winterswijk. Moet eerlijk zeggen, ja, zeker voor ouderen lijkt het mij best een enge steeg om 's avonds hier door te lopen. Maar sinds een aantal jaren, sinds de muurschilderijen hier zijn, niet meer. Vertelt u eens. Nou, we hebben 3 jaar geleden hebben we met school De Colibri, met groep 8, deze steeg geschilderd. Dat zat in een kunstproject. De ouders die hebben de vakken eronder geschilderd en zijn ze een avond mee bezig geweest. En de kinderen die hebben de ontwerpen op school gemaakt en we zijn een middag hier bezig geweest om ze op de muur te zetten. Dus de zwarte vlakken die zaten er al op en hebben zelf daar de dieren op geschilderd. De steeg is daardoor een stuk vriendelijker geworden. De graffiti die is weg, want die was natuurlijk eerst elke keer aanwezig en dan moest dat weer weggehaald worden. En ja, wat ik zelf heel erg leuk vond, was dat ik op een avond hier in dat hoekje dat witte vlak stond te schilderen. En dat ik een mevrouw aanhoorde komen daar met een meneer in een rolstoel. En toen zei die mevrouw tegen die meneer, nou, ik vind die steeg helemaal niet meer eng om door te lopen. Toen dacht ik, nou,
dan heeft het zijn doel bereikt. Ja, eigenlijk het mooiste compliment wat u had kunnen krijgen voor uw werk en het werk van de kinderen en de ouders, toch? Ja, dat is zo. En inmiddels is op een zevental plekken in Winterswijk zijn die muurschilderingen aangebracht door kinderen. En ik zou graag, nu het bureau Kunstwijster is, dat in het pakket opnemen en dat weer aanbieden in kunstprojecten. Dus als er nog mensen of winkeliers in het centrum van Winterswijk zijn die graag een muur beschilderd hebben, dan kunnen ze zich daarvoor aanmelden. Ja, en wij hebben net ook wat muurschilderijen gezien. En ja, wat mij betreft zijn ze niet alleen heel erg mooi geworden, maar het hele steegje fleurt eigenlijk helemaal op. En ik zou zeggen, ja, op naar de volgende, toch? Ja, dus zeker. Ze blijven mooi. De verf die blijft mooi. En het onderwerp wat op de muur komt, dat bespreken we natuurlijk met de eigenaar van het pand. Nou, wie daar nog in Winterswijk nog een muur heeft die hij beschikbaar zou kunnen stellen, hij of zij, of een steegje wat een beetje opgefleurd moet worden, gewoon meld bij Bureau Kunstwijs. Ja, lijkt me een heel goed idee. Nou, nu zitten wij hier bij de oude tricotfabriek in Winterswijk. Kunt u ons vertellen in hoeverre is de oude tricotfabriek betrokken bij de projecten van Kunstwijs? Nou, in zoverre dat in de oude tricotfabriek, daar wordt om de twee jaar een heel groot kunstproject georganiseerd. Daar hebben we straks al even over gehad. Je ziet de fabriek ook daar. En dit jaar gaat het over afvalkunst. En is de tentoonstelling, die wordt daar dan op aangepast die er is. En de scholen kunnen daar komen kijken. En daarna gaan de scholen aan het werk met de kinderen. En dan wordt het werk weer geëxposeerd. En daarvoor zoeken we rare dingen. Van serviesgoed tot rare prulletjes, tot karton. Wat je maar wil. Dus iedereen die nog wat rare dingen thuis heeft, moet zich dan maar bij Kunstwijs melden. Ja. U heeft het zo net in een gesprek heeft u het ook gehad over evacuees. Wat was daarmee dan? Ja, er is in mei en juni is er een tentoonstelling van Scheveningse evacuees. Die tentoonstelling is in het Frerichs Museum. Dat gaat dus over meer over cultureel erfgoed. Daar wordt ook aandacht aan besteed met de scholen. En we zijn van plan om in het kader van de knipmutsen en dergelijke die de dames uit Scheveningen droegen, een workshop te ontwikkelen voor de scholen die met hoofddeksels te maken heeft. Dus wij zijn op zoek naar oude hoedjes, hoofddeksels uit allerlei culturen. Dus als mensen die willen missen, want ze krijgen ze niet terug, want we willen ze graag gebruiken daar, dan zijn we daar ook heel blij mee. Nou, dat lijkt mij toch een uitstekend idee. Iedereen die daar zijn steentje wil bijdragen, die kan dat op deze manier doen. Ja, dan kunnen ze zich gewoon melden bij Kunstwijs en dan komen wij het netjes ophalen. Nou, prima. Ik zeg bedankt voor het interview, voor het gesprek en voor de informatie. En we zien elkaar weer. Oké, het was fijn dat ik eventjes in het programma mocht. Ik hoop dat het resultaat heeft en bedankt ook jullie. Nou, wij komen in ieder geval kijken. Goed zo, daar hou ik jullie aan.